Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland, enkel opklaartje boven de Noordzee. Maar de bewolking die is dominant en daaruit valt van tijd tot tijd regen of motregen. Er waait een stevige wind nog uit het zuidwesten, windkracht 6 à 7 en temperaturen zijn nu al hoog voor de tijd van het jaar. Maar vanmiddag komt daar nog behoorlijk wat bij, 10 à 11 graden, op een enkele plek zelfs 12 graden. De wind neemt vanmiddag wel iets af en ook de regen wordt minder. Op steeds meer plaatsen wordt het vanmiddag droog. Ook vanavond en vannacht houden we nog veel wolkenvelden. In de loop van de nacht gaat het opnieuw regenen en temperaturen blijven hoog. Morgen wordt het zelfs bijzonder warm. Temperaturen lopen dan op naar 13 à 14 graden, dat is tegen de recordwaarde aan. Gaat niet samen met droog weer, ook morgen weer bewolkt en van tijd tot tijd regen en motregen. En opnieuw een stevige zuidwestenwind. Vrijdag valt er ook af en toe regen, maar in de loop van de dag breekt vanuit het noordwesten de zon door, vooral in het westen en noorden van het land. In het weekend zien we de temperatuur dan wat dalen, maar vooral zaterdag staat er wel veel wind. Zondag is de dag met de minste neerslag en de minste wind. Ik ben Michiel Severin van Weerplaats.nl.